zelf je iPhone cameraglas vervangen. Deze videohandleiding is geschikt voor de iPhone 10, 11 en 12 serie. Mijn naam is Davy en in deze video laat ik je stap voor stap zien hoe je dit zelf fixt. Het vervangen van het iPhone cameraglas is de oplossing voor een gebroken cameraglas. Het is belangrijk dat het cameraglas zo snel mogelijk gemaakt wordt. Als er namelijk een opening is, kan er stof of vocht in de achtercamera zelf komen. Je krijgt dan vlekken op de lens en om dit te verhelpen moet je dan ook de achtercamera zelf vervangen. In de beschrijving van deze video staat een link naar onze volledige handleiding. Hier vind je ook de onderdelen en het gereedschap wat gebruikt wordt tijdens de reparatie. We kunnen beginnen met het plaatsen van een plakketje op het kapotte cameraglas. Daarna kunnen we de iPhone 11 uitzetten en de twee pentelopenschroeven verwijderen. Met behulp van een heatgun kunnen we het scherm een klein beetje verwarmen. En ik leg mijn hand ernaast als graadmeter, zodat we het scherm niet te warm maken. Daarna kunnen we met een zuignap en een plastic tool een opening maken aan de onderkant. Als we dat hebben gedaan, kunnen we een plektrum gebruiken. Hiermee kunnen we een scheiding maken aan de zijkanten en aan de bovenkant. Tijdens deze reparatie maken we gebruik van een magnetische schroefmat. Hierop kunnen we alle schroefjes op de goede plek neerleggen. Bijna elke schroef in de iPhone heeft een ander formaat. En als je deze met elkaar gaat verwisselen, kan dit leiden tot grote problemen. Nu kunnen we de iPhone naar de rechterkant openen. En het eerste wat we gaan doen, is de batterijconnector verwijderen van het moederbord. De batterijconnector zit onder dit kleine L-vormige afdekplaatje die vastzit met drie driepuntige schroeven. Daarna kunnen we het grotere afdekplaatje verwijderen. Deze zit vast met 1, 2, 3, 4, 5 schroeven. Onder dit afdekplaatje zit onder andere de connector van de oorspeaker en sensorkabel en de twee connectoren van het scherm. De achtercamera zelf zit rechts bovenin. Deze wordt op zijn plek gehouden door een afdekplaatje die vastzit met twee kruiskopschroeven. De achtercamera zit met twee connectoren vast op het moederbord. En daarna kunnen we de camera voorzichtig omhoog halen. Nu kunnen we het eventuele stof wat op de achtercamera zelf zit voorzichtig schoonmaken. Wat belangrijk is om te weten is dat hier de voorcamera module zit. En in de voorcameramodule zit ook de infraroodcamera en de dotprojector. Nou, deze beide functies zijn mede verantwoordelijk voor het functioneren van Face ID. Wanneer we het frame direct op de kop leggen, kunnen deze functies beschadigen. En dat is de reden waarom we eerst een plastic tool ertussen leggen. Het plakbandje kan eraf. Nu kunnen we het cameraglaasje verwarmen, zodat we deze gemakkelijker kunnen verwijderen. Met een pincet kunnen we beetje bij beetje het oude glas verwijderen. Nu kunnen we het weer opnieuw verwarmen. En daarna weer met een pincet het glas verwijderen. Deze stap kunnen we net zo vaak herhalen tot het complete glas verwijderd is. En als we dat hebben gedaan, kunnen we de laatste restjes schoonmaken. Het is belangrijk dat alles weer goed schoon is. Als alles weer schoon is, gaan we een primer gebruiken. Deze primer gebruiken we zodat het cameraglas beter blijft plakken. Er zit dubbelzijdige tape aan de binnenkant. En deze tip hecht beter met behulp van een primer. Vaak zitten er aan de binnenkant wel wat vingerafdrukken of stof op het cameraglas. Dus voordat we de achtercamera zelf terugplaatsen, maken we eerst het glas aan de binnenkant weer schoon. Daarna kan de camera zelf weer op zijn plek. Nu kunnen we weer testen of het glas goed schoon is. En daarna kunnen we doorgaan met de reparatie.
De twee connectoren van de achtercamera plaatsen we weer terug op het moederbord. Het afdekplaatje van de achtercamera kan weer op zijn plek. Let op dat je deze aan de rechterkant er goed inhaakt. En dan kunnen we alle oude framestukken resten verwijderen van het frame. Het is belangrijk dat alle oude framestukken resten goed verwijderd worden, zodat we daarna weer een nieuwe framestukken kunnen plaatsen. Deze framestukken drukken we langs de randjes goed aan. Zo blijft de sticker aan het frame hechten en niet aan het folie. Deze laag kunnen we nu verwijderen. De smalle laag die we nu nog zien zitten, drukken we voor de zekerheid ook weer aan. En dan kunnen we het scherm met de oorspeaker en sensorkabel weer terugplaatsen. De connector die we als laatst weer terugplaatsen is van de batterij. Hier beginnen we altijd mee en eindigen we ook weer mee. Het kleine L-vormige afdekplaatje kan weer op zijn plek. Deze zit vast met 3 schroeven. Het grote afdekplaatje die onder andere de oorspeaker en sensorkabel en de schermconnectoren op zijn plek houden, plaatsen we weer terug. Vind je dit soort video's leuk om vaker te bekijken? We zouden het enorm waarderen als je een like wil geven op deze video en wil abonneren op ons YouTube kanaal. En daarna kan het laatste folie van de framestukken verwijderd worden. Alleen het plakgedeelte blijft nu nog over. Eerst drukken we de bovenkant van het scherm terug in het frame en daarna langzaam de onderkant. De twee pentelopen schroeven kunnen weer teruggeplaatst worden. En het is belangrijk om daarna alles weer goed te gaan testen. Alles werkt weer naar behoren. De reparatie is geslaagd. Het is gelukt om het iPhone 11 cameraglas succesvol te vervangen. Het is belangrijk dat je alles weer goed gaat testen. Werkt de camera zelf na de reparatie ook weer goed, dan is de reparatie geslaagd. Heb je na het vervangen van het cameraglas nog steeds problemen? Check dan de link naar de complete handleiding in de beschrijving van deze video. Hier vind je ook de producten die gebruikt worden tijdens de reparatie. Vergeet niet deze video te liken en te abonneren op ons YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende reparatie.